Ben je net even te veel aan het pleasen? Bezig met wat andere mensen van jou verwachten of wat je denkt dat ze van jou verwachten? Vertel je net even te weinig jouw verlangens, wat jij echt wil als je in gesprek bent met mensen? Is het sowieso lastig om open in gesprek te gaan? Heb je daar al een beeld bij van tevoren? Nou, dit zijn allerlei thema's waarin je jezelf kunt herkennen, maar waarin je wellicht ook mensen in je omgeving kunt herkennen. En dit zijn de thema's waar ik over schrijf in Zelfliefde in Actie, mijn nieuwste boek, mijn vijfde. En dit is echt een ontzettende praktische, openhartige gids vol met diepgaande en hele kwetsbare verhalen die ook heel veel herkenning opleveren uit mijn eigen leven en ook uit levens van de mensen die meeschrijven. Het is een heel mooi gedragen project wat echt wat mij betreft bijdrage mag dragen aan meer liefde in de wereld. En dat begint bij meer liefde voor onszelf. Ik maak zo'n ongrijpbaar thema als zelfliefde graag heel erg praktisch en werkbaar met allemaal oefeningen en tips en inzichten. En die deel ik rijkelijk met je in 13 hoofdstukken. Voel je nou, hé, daar wil ik aan bijdragen? Ga dan even kijken op de link van Boekfunding. En daar staat een hele lijst met tegenprestaties. Je kunt natuurlijk het boek kopen, het gesigneerd kopen, eventueel coaching bij krijgen van mij, meedoen aan een workshop, een lezing zelfs, wellicht voor een ondernemersnetwerk waar je onderdeel van bent of een adviestraject. Ik heb heel veel verschillende kwaliteiten die ik graag inzet om dit boek in de wereld te brengen. Want wat mij betreft is er echt meer liefde nodig en dat begint allemaal bij jezelf.